Hi Gerard, welkom bij een video vlog in real life van mij. Ik ga even uitleggen waarom ik even nog niet live ben geweest. We zijn even een paar keer live geweest, dat is ongeveer 2 keer geweest volgens mij. Dat is de Minecraft video's geweest, of de Minecraft live uitzending geweest, samen met de kids. Die hebben we wel gedaan in 3 weken dat we vakantie hebben gehad. Ik had jullie al verteld dat ik in die 3 weken niet zoveel live zou gaan vanwege de vakantie dat ik met de kids had. De vakantie is inmiddels voorbij. We zijn al 3 dagen verder. Ik ben nog niet live geweest. Dat komt omdat ik even andere prioriteiten heb dan heel even streamen. Die gingen bij mij heel even voor. Die prioriteiten zijn nog niet helemaal opgelost. Maar ik kan je wel vertellen dat binnenkort gewoon weer live gegaan wordt. Breng bij het volgende dat ik ook badges heb aangebracht. En dat zijn de zogenoemde loyaliteit badges. En die zijn voor de Twitch. Nou, mensen van de Twitch die weten wat ik bedoel. Zodra je gesubscribed bent van zoveel maanden en zoveel maanden en zoveel maanden, dan krijg je allemaal verschillende badges. Nou, het begint met de basis, dan 3 maanden, 6 maanden en dan 1 jaar. Verder kunnen wij als niet-partner zijn nog niet gaan. Als je partner wordt, kan je dat dus wel. Word ik partner en dergelijke? Dat gaat nog lang duren. Dat gaat echt nog lang duren. Het zal leuk zijn, maar ik ga er niet vanuit. Dus we gaan gewoon lekker door met streamen zoals ik dat ken, weet. En zoals jullie dat gewend zijn. Dan wel, dan niet, dan wel, dan niet. Dus ik ga niet elke dag live, dat kan ik ook niet. Maar ik hoop wel zoveel mogelijk. De badges zijn een beetje een simpele badges. Ik heb wel even simpele dingen erin gegooid en eigenlijk. Ik heb zelf even iets geprobeerd. Nou, niet gek voor de eerste keer. De basis badge en dergelijke. Ja, het heet allemaal Europa. Het begint met Europa 1, 2, 3. En daarna is het Europa 4. Alleen klopt die niet helemaal wat ik wat het is, zeg maar. Er zijn een basis 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Die basis 3 maanden, 6 maanden, die heb ik eigenlijk hetzelfde gelaten. Nou, niet helemaal, want je hebt een basis. De basis begint met een wereldbol, een doodsimpele wereldbol, waar Europa op gezet is. Die is niet helemaal gelukt, maar je ziet nog wat witte vlakken en dergelijke. Nou, dat komt allemaal wel. Ik ga het nog even leren hoe je dat het beste kan doen. Dat kan je het beste met paint doen. En het lukt redelijk, alleen nog niet helemaal zoals ik het wil. Dan krijg je de 3 maanden. Dat is ook een globe, ook een world globe. Maar dan iets meer geavanceerd. Daar zie je meer de details in. Dan heb je de 6 maanden badge. Dat is een oranje globe. Maar is die uitgerekt? Dus wat krijg je dan? Je krijgt de hele wereldkaart, krijg je te zien. Nou, die vind ik wel vrij goed gelukt. Dan krijg je de. Ik heb dat 3 maanden gehad, de basis 3 maanden, 6 maanden heb ik gehad. Dan krijg je de jaarpatch. En die is eigenlijk, als je een jaar gesubscribed bent van mij, dan zie je ineens in plaats van een World Globe, zie je een kaart van Nederland. En die kaart van Nederland is zo gemaakt dat je dus ook de provincie ziet. Dan moet je wel heel goed kijken, maar je kan het wel zien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die ook wel goed geluk vind, redelijk goed geluk vind. Dus alleen de basis ben ik nog niet helemaal tevreden over. Maar wie weet dat ik daar nog eens een keer iets anders voor vind. En wie weet dat er sowieso nog iets anders komt. Nou, ik wou niet elke keer de basis dingen doen. Dus je hebt één itempje en die is die kleur. En dan 3 maanden is die zo kleur. En dan 6 maanden is die zo kleur. En dan heb je 12 maanden en is die zo kleur. Nee. Als je bij mij gekeken hebt en dergelijke, je bent gesubscribed, dan weet je al dat je al kan spammen met een Lima logo. Dat is dezelfde logo die ik gebruik voor mijn avatar. Alleen is die een beetje verkleurd, dus dan ga ik nog eens een keer een andere voor neer gooien. Daar kan je dus mee spammen. En je hebt al gezien dat als je de, nou moet ik het heel even goed zeggen, de 3 maanden subscribe doet, dus dat is van 9 euro, 9 à 10 euro geloof ik, dat je dan een heel ander poppetje krijgt. Ik vind het veel leuker om dat te gaan doen. Dus doe je een 3 maanden, dan heb je dat. En doe je een maand, doe je dat. Of krijg je dat. En doe je 3 maanden, dan krijg je heel iets anders. Nou, dat poppetje heb je ook al gezien. Dat is een
een ventje en dergelijke die met zijn hoofdje naar beneden zit, een beetje stoer kijkt met een zwaard. En die heb ik genoemd You Can Do This. Nou, die van 9 maanden, dat is de volgende. Dat is die van 25 euro geloof ik, of van 6 maanden geloof ik. Ja, ik weet zo niet meer hoe het is. Dus 3 maanden en meen ik 9 maanden, maar Pim betreft opnieuw vast. Je mag een commentaar onder laten voor YouTube klanten, welke dat dan wel is. Dat weet ik waarschijnlijk al. Maar toch bedankt voor je reactie. En voor de Twitch klanten en dergelijke, info@digilima.nl, gooi hem daarin. Maar die heb ik nog niet, maar die komt nog wel. Daar ben ik heel van aan. Nou, trouwens, nee, de gelul, die heb ik wel. Die heb ik wel. Niet liggen, Lima. Die heb ik wel. Dat is namelijk onze oude. En dat is de Olafje. En die heb ik erin gegooid. Dus als je daarmee wil gespammen en dergelijke. En die is goed gelukt. Die kan ook niet beter. Want die is door Bjorn gedaan. Wie is dan Bjorn? Dat is Dika. Dika 007? Aan mijn hoofd? Ik weet het zo niet meer. Nee, ik dacht Dika 007. Maar dat weet ik niet zeker. Die heeft het voor mij gemaakt en dergelijke. Die is top gelukt. Echt super gelukt. Die hadden we als eerste al die basis. Die hebben we nou als... Omdat die echt super geweldig gelukt is en dergelijke. Kan je daarmee spammen op het moment dat je daar de volle map mee streamt. Of abonneert. En ik dacht dat 9 maanden was, maar ik weet het even niet zeker. Die is iets van 24, 5, bijna 25 euro. En dan, ja, dan subscribe je voor zoveel maanden. Dus die heb ik ook al. Dus de basisbadge en dergelijke mocht je bij mij gaan subscriben op de Twitch. En dan heb ik het alleen maar op de Twitch. Niet voor YouTube. Want de YouTube is subscriben heel iets anders. Dan druk je van ik ga je volgen en dat heet dan subscription. Ik vind dat een beetje een raar woord. Je volgt mij, je subscribe niet, je volgt. Subscriben vind ik gewoon... Klik. Ik heb mijn handtekening ondergezet. Ik heb mijn e-mail erbij gedaan en dergelijke. En voor zoveel centjes ga ik jou op jou subscriben. Net zoals Twitch het is. Nou, op Twitch kan je precies hetzelfde doen. Al heet het dan volgen als je dat gaat doen. Dus je wil niet subscriben, maar alleen volgen. Dan kan het ook. Druk je gewoon op volg. De follow button. En dan ben je me gevolgd. Ik heb er nu op dit moment, as we speak. Nou, ik eigenlijk. Heb ik er al 311 volgers. De meeste zijn gekomen. Daar heb ik heel eerlijk in. In de vodcast. Nou, wat is dan een vodcast? Zal ik ook even kort uitleggen voor de mensen die dat niet snappen. De vodcast wil gewoon zeggen, het is een herhaling. Dat betekent, die manneke die hier nou voor jou staat te blaren en een spelletje speelt, die is niet live. Die heeft een herhaling opgezet. Met andere woorden, jij klikt op een video op de YouTube, dat is niet live. Dat is een video, die is opgenomen, gerenderd en die is voor jou erop gezet. Dat is bij de Twitch dus ook. De Twitch die noemt dat vodcast. Nou, ik doe er aanhalingstekens altijd herhaling achter. En daarachter staat al dat uitroepteken vodcast. Nou, dan krijg je tekst en uitleg in de chat wat vodcast nou is. Nou, op de vodcast heb ik al heel veel volgers gehad. Dat is insane gewoon. Dat slaat helemaal nergens op eigenlijk. Maar ik vind het wel heel erg frappant. Als ik live ben en veel live ben en dergelijke. En ik kan alleen maar s'avonds ook. Dan... Ja, ik kan ook overdag, maar er zijn die kids er. En dat is in het weekend. En dat vind ik niet leuk. Meestal kan ik pas op een vrijdag. Kan ik overdag. Maar dan doe ik de podcast wel eens aan. Die laat ik meestal s'nachts en een stukje overdag draaien. En daar haal ik dan volgers mee binnen. En daar ben ik eigenlijk best wel heel erg tevreden over. En mocht jij gevolgd zijn op die podcast en dergelijke, top, thanks. Je krijgt dan wel van de stream elements, krijg je wel zo van thanks for the follow. Dat is de enige die jou bedankt voor de volgen. Je ziet dus niks episch in beeld en dergelijke, omdat je eigenlijk in de vodcast, in de herhaling, ben je mij gevolgd. Nou, mocht je nou wel willen, zo van, hey, wat heb je dan voor follow shit? Maar dan komt er altijd iets episch en dergelijke, met een leuke meme erbij. Nou, wat is dan meme? Dus een gifplaatje. En wat voor tekst heb je dan erbij? Heb je daar muziek ook bij en dergelijke? Nou, dat herhaal ik dan de eerstvolgende keer dat ik weer live ben. Nou, ik heb er heel wat te gaan, heb ik al gezien. Ik ben van 308 naar 311 gegaan. Dus ik heb er sowieso al drie heb ik, dat ik jou moet laten zien. Die daarvoor laat ik ook al even zien. Dus ik ga even vanaf de laatste video die ik samen met mijn kids heb gemaakt. En eigenlijk laat ik jou even zien welke je allemaal gevolgd hebt. Dus, en het zijn er aardig wat. Dat doe ik allemaal in de live. Dat doe ik niet allemaal tegelijk. Dat ga ik een beetje verdelen. Zo van, nou, we gaan nou heel even een pauze inlassen en dergelijke. Laat je heel even zien wie de gevolgen zijn. Daarna doen we even de korte break.
En dan gaan we verder met streamen. En doe ik weer even een korte break. En dan laat ik je weer wat zien en dergelijke. Enzovoort, enzovoort. Nou, dan heb ik daar vroeger altijd een... heel kort heb ik daar maar een credit heb ik erbij gehad. Die credits, dat is een dankjewel voor de mensen die gevolgd zijn of gesubscribed zijn. En voor de mensen die daar in de chat zijn geweest. En dan doel ik eigenlijk meer op de moderators die daar op dat moment zijn geweest. En de mensen die gesubscribed zijn en de mensen die gevolgd zijn. Dus dan word je nog een keer genoemd. Nou, die werkt even niet meer. Ik weet niet waarom. Ineens doet het niet meer. Dus dan moet ik even kijken wat de hel dat nou weer is. Maar dat, ook dat komt weer helemaal goed. Binnenkort ga ik wel weer live. Wat ga ik dan spelen? Ik ben verpland sowieso ETS 2 te gaan spelen. Ik heb de promos er erin gegooid. Voor de 1.31.2. Dus niet voor de 1.32. De update van de beta update van de ETS 2. Daar is de promos nog niet voor geschikt. Want ze weten niet wanneer ze uitkomen met de 1.32. En dus hebben ze de promos 1.31. Voor de 1.31.2 hebben ze alvast uitgebracht. Nou, welke promos is dat dan? Dan praten we over de promos 2.3.0. Dus de 2.30. Daar ga ik jullie mee aan meenemen. Daar heb ik een paar leuke dingen heb ik erin gedaan en dergelijke. Ik ga je nog niet verklappen wat. Wil je dat gaan zien, dan kom er gezellig bij. En ik kan je nu al verklappen. De Rush Map die heb ik er niet in. Die wordt ook niet vermeld. Maar daarentegen hebben we wel epische dingen wat erbij is gekomen. Nou, jullie zal de mensen die ETS 2 kennen, die weten het al lang. Dat is Frankrijk. Nee, sorry, Spanje. Net eentje eronder. Engeland is dat een hele grote update geweest. En daar zitten aardig wat andere dingen zitten dan erbij. Mensen die het nog niet weten en dergelijke, ga ik nog niet spoilen. Kom lekker kijken bij de Twitch. De notificatie dat ik live ben op de YouTube gaat wel weer terugkomen. Dus ik laat op YouTube zien wanneer ik live ben. En bij de YouTube ga ik meerdere keren dergelijke weer wat opzetten. Alleen zal dat meer een compilatie zijn of een complete live uitzending. En als ik dan 2, 3, 4 uur live had geweest en dergelijke, dan zal het zo 1 op 1 op video op YouTube worden gegooid. Ga ik dan een compilatie dan ook weer in korten? Nee, ik ga niet in korten. Ik ga hem ook niet renderen. Helemaal niks. Ik ga geen highlights maken. Dat duurt mij gewoon te lang. Kom ik dan ook weer terug met de video's? Ja, maar niet zo vaak. Het zal niet elke dag zijn. Als het iets zou zijn, dan is het 1 keer in de week. En dat zal dan hoogstwaarschijnlijk iets zijn van iets met die of Kenza. Als het van mij is, wees blij. Want ik ben meer met Twitch aan de gang en dergelijke. Je laat YouTube een beetje gaan. Verder heb ik helemaal niks meer tegen jullie dan alleen maar te vragen. Volg me. Wil je weten wanneer ik live ben, maar je wil nog niet volgen, maar je wil eens even kijken wat het is met Twitch en dergelijke. Voor de YouTube klanten en dergelijke. Boven een banner, hierboven, die banner staat daar helemaal in het hoekje. Daar staat een Twitch logo. Daarnaast staat ook een logo, die is dan weer volgens mij van de Twitter. Nou, wil je er niet op klikken en dergelijke, moet je hieronder even klikken. Daar staat een linkje staat erbij. En mocht die linkje niet werken en dergelijke, moet even copy-paste doen. Dus copy, je balkje openen, plakken en gaan. Moet je dan gelijk klikken, dan doet hij plakken en hij gaat gelijk naar de Twitch. En dan ben je er ook. De Twitter zal ik er ook even een linkje bij zetten. Daar, dat is @DutchRecon. Volg me daar ook. Dan weet je ook wanneer ik live ben. Want ook daar gooi ik het erop wanneer ik live, op dat moment live ben. Op de YouTube en dergelijke laat ik ook een notificatie achter. Hi, ik ben nu live. Daar staat een linkje bij met alleen de Twitch kanaal. Dus heb ik verder niet zoveel meer voor je. Alleen te zeggen van, kom er gezellig bij. Heb ik nog wel wat, want ik zou je nog heel even laten vertellen en dergelijke wat ik nog meer heb. En ik heb het alleen bij ETS gehad, heb ik het alleen maar gehad. De ETS komt, de ATS die gaan we nog eens een keer weer draaien. De farming, laat ik even voor wat het is. Het kan wezen dat ik hem wel eens een keer weer ga streamen. Weet ik nog niet. Ik heb City Skylines. Weet ik nog niet. Ik durf het je niet te vertellen. De Minecraft gaat sowieso weer, gaat weer terugkomen, de survival. Dan heb ik nog de pretpark gebeuren en dergelijke. Die laat ik even varen, want die trekt veel te veel aan geheugen van mijn videokaart. Dus die schuif ik aan de zijkant. Dan heb ik nog Golf of Trends.
Die heb ik dan nog. Die gaan we ook nog eens een keer weer terug doen als de kids er zijn en dergelijke. En we hebben even zin om dat te gaan doen. League of Legends, gauw, ja, ik kom gegarandeerd weer terug. En dan heb ik nog Subnautica, daar ga ik ook weer mee verder. We hebben 1 of 2 afleveringen gedaan en dergelijke. Dan zijn we eigenlijk gestopt. Daar gaan we wel weer mee verder. Dan wil ik eigenlijk eventjes oppakken de Rainbow Six Siege. Dus Tom Clancy Rainbow Six Siege, die wil ik eigenlijk gaan oppakken. Dus heel even kijken hoe ver we kunnen komen en wat we kunnen gaan doen. Ik zal gegarandeerd heel veel doodgaan, maar daar leer je ook wel weer van. Dus, nou, zo komt er nog veel meer. Ik zou zeggen, volg mij op Twitch, op Twitter en op YouTube en mis niks. Dus, het zal niet zo vaak trouwens wezen dat ik de live uitzendingen op 1-op-1 op YouTube gooi. Ja, dan kan je net zo goed op YouTube gaan volgen. En ik wil eigenlijk dat je naar mij toe komt, naar Twitch en de live uitzending doet. En dan kan je lekker mee chatten. Ik zal er een paar gameplay bots in gooien en dergelijke. Nou, wat is dat dan? Nou, uitopteken FFA is er een, uitopteken Bos is er een. En zo heb ik wel meer en dergelijke. Kan er maar geld mee verdienen. Nee, het zijn allemaal punten die je in de chat hebt en dergelijke. Daar hoef je niks voor te betalen. Dat is gewoon gratis. De punten die verzamel je dan op een gegeven moment. En die kan je dan gokken en dan kan je meerdere dingen doen. Je kan daar verder niks meer winnen dan alleen maar de punten. En dat is wel leuk. Dat is een beetje tijdverdrijf. En verder kan je met mij gaan chatten. Ik zal zo'n beetje alle chats wat er van mij gevraagd wordt en dergelijke, zou ik gaan voorlezen. Het zal niet direct zijn. Het kan best wel eens wezen dat het heel even duurt voordat ik eindelijk eens een keer antwoord. Maar ik probeer zoveel mogelijk alle chatberichten en dergelijke te lezen. En de vraag of de opmerking of whatever zou ik kunnen beantwoorden of hopen te beantwoorden. Kom er lekker bij, ga dan lekker naar Twitch. www.twitch.tv/LimaGamingNL. Doe ik voor de YouTube klanten even een linkje hieronderin. www.twitter.com. En dan moet je heel eventjes in de zoekbalk @DutchRecon moet er heel even inzetten. Ik zet die linkje daar ook wel even bij. Ik dacht dat het /@DutchRecon was. Maar die link die staat er van onder wel in en dergelijke. Anders copy-paste, geldt voor Twitter, Twitch ook. En verder heb ik verder niets meer voor jullie. Dat alleen te zeggen, kom dan lekker bij. Volg me op Twitch, volg me op YouTube. Ik zeg gewoon volgen en geen subscriben. Ik vind dat het volgen is en niet subscriben. En volg me op Twitter. Want dan weet je altijd wanneer ik live ben. Mocht ik iets nieuws hebben en dergelijke, of ik kan niet live, of er is iets en dergelijke, dan gooi ik het daarop. Niet op de Twitter, niet op de Twitch, maar gewoon daarop. En dan weet je altijd van alles. Thanks for watching deze vlog. Dan wel in real life, dan wel video, dan wel whatever. Dus noem het een leuk iets. En ik ga je graag, heel graag weer terugzien op de Twitch. Bij my live, zodat je met my live kan chatten. My live kan ahoeren. En wie weet, gooi er ook nog eens een keer een Discord kanaal open. En dan kunnen we eens een keer in real life lopen babbelen. En dan kan je met mij eens een keer een interactief gesprek gaan houden. Dat kunnen we ook wel eens een keer gaan doen. Dus dan gaan we gewoon in real life. En dan kan je via de Discord kan jij je vraag aan mij stellen. Mag je 1 vraag doen, daarna word je weer eraf gegooid. Is de volgende aan de beurt. En zo gaan we dan verder. Dan word je heel even tijdelijk geband. Dat doen we heel eventjes om dood te simplifieren. Dat je alleen maar jij aan de beurt bent. Je mag 1 vraag stellen. Die ga ik beantwoorden. En daarna doen we jou op mute en ban. Blijf je dan niet geband? Absoluut niet. We doen gewoon aan het einde van die sessie en dergelijke iedereen weer een ban. Daar ben ik heel even mee bezig. Maar daar heb ik ook eentje voor. Die kan het heel snel. Dus dat komt helemaal goed. Alright, guys, girls. Thanks for watching. En ik zie je graag op de Twitch. En anders hier op YouTube. Af en toe eens. En volg mij. En dat geldt voor alle 3 eigenlijk. De Twitch, de Twitter en de YouTube. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.